Yo mensen, we kijken in deze video. Mijn naam is Wesley van westboy 1999. Met vandaag weer de nieuwe FC Volendam Career Mode. En vandaag hebben we een hele, maar ook hele belangrijke wedstrijd in deze aflevering. De wedstrijd tegen PSV, de vorige topkloeg hadden we van verloren met 5-4 van Feyenoord. Nu de wedstrijd tegen PSV is er wel een speler geschorst, geschorst. Dus James gaat die plaats innemen en de basisplaats weer voor Kenneth Vermeer en ook de eerste. Basisplaats voor Jalen Braaf. De speler die wij gekocht hebben in de vorige aflevering. We gaan kijken wat het wordt: PSV tegen FC Volendam. De speler die we uh, in de gaten moet houden bij onszelf, die goed bezig is, is Lucas Simon. Drie doelpunten. Hij heeft de laatste wedstrijden drie doelpunten gescoord. Zijn doelpunten tegen Feyenoord waren zijn eerste doelpunten. We gaan nu kijken of hij hier in het Philipsstadion. Sommigen hadden dat dan niet gezien. Nou, dit is dus het Philips Stadion in FIFA 23. Zo ziet het dus uit. En dus nog geen Kuip. Dat vind ik wel jammer. Ik vind gewoon dat de Kuip eigenlijk gewoon ja, in de volgende EA Sports FC of zo gewoon erin moet komen. Laten we met z'n allen hopen dat dat ook uh, gaat gebeuren. Dus de stand zoals het staat PSV 5. Wij staan op plaats nummer 10. We moeten eigenlijk dus winnen. Maar ja, dat gaat heel maar ook heel erg lastig worden. We zijn begonnen aan de wedstrijd dat PSV natuurlijk het balbezit heeft. Dat zal de meerderheid van de wedstrijd ook wel zo zijn. En wij moeten nu gaan verdedigen. James. Gakpo. 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 En Vermeer is kansloos. En dat is de 1-0 voor PSV. Jody Gakpo. En zo komt Voden al op 0 achter. Door toch wel de beste speler aan de kant van PSV. Jody Gakpo. Voden Dan nu. Die uh, gelijk de aanval wil zoeken. En gelijk het antwoord wil geven op die vroege achterstand. James krijgt hem niet bij Van Miegen. Bal nu weer voor PSV. Uh, Luc de Jong. Vitesse. Vertessen, oppassen, vertessen. Volendam, kunnen we ertussen komen? Gakpo, Gakpo weer voor zijn kans. Maar die bal gaat gelukkig net over. Dat was een kans voor 2-0. Maar gelukkig gebeurt dat niet. Volendam nu weer. Lama. Lama richting Ryan Thomas. Oud PSV-speler. Hier Simon Antonucci. Terug op Simon. Ja, dat moet dit zijn kans zijn. En het is zijn kans. Het is het doelpunt tegelijk maken voor Volendam. En het is weer die Simon die het doet. De speler uit de jeugd die zich zo fantastisch heeft laten zien tegen Feyenoord. En nu weer tegen PSV. Scoort hij zijn doelpunt. De 1-1. Tussen de hoekschop hier van PSV. Nu het 25. Goed verdedigd. Wel een overtreding gemaakt. En dus de strafschop. Ik wou zeggen goed verdedigd. Maar schaarzetter ziet er een strafschop in. Het leek me gewoon breed maken van een speler. Ja, dat is ook een strafschop. Maar het leek me niet zo erg. Maar goed, Vermeer. Ja, kansloos. Gakpo met zijn tweede doelpunt. En de voorsprong weer voor PSV. Uit de strafschop 2-1. En Volendam weer op jacht naar een gelijkmaker. Simon, dan moet je de bal wel aangeven. Geef je een basis buiten spel, dan zijn we wat minder. Half uur gespeeld, 2-1 PSV. De bal voor Frenkie de Jong. Of Frenkie de Jong, Luc de Jong, sorry. Jody Gakpo. En de bal onderschept de Volendam. Nu misschien Ryan Thomas weer. Thomas, Guller. Guller. Dus een goede paas. Is het geen buitenspel? Nee, dat is de kans weer voor Simon. En Simon voor de 2-2. Nee, dat doet hij dat heel raar. Had de jonge Simon hier zijn tweede doelpunt kunnen maken, maar dat gebeurt dus niet. Doeltrap voor Benitez. Richting Max. Atalucci zet de druk. Max moet terug naar, uh, zijn, mede, zijn, nee, naar, naar zijn verdediger. Bosakli. Max. En de bal hier. Gakpo. Max. Het is uh, PSV die even. Zo vlak voor Rust. Het balbezit wil behouden. Wil die voorstom behouden natuurlijk. PSV gaat nu op jacht. De Jong. Goed onderschept. Leroy Ver. Lama. Antonucci. Goed. Gaat er weer Simon weg? Daar gaat hij niet heen. Bal weer in de voeten van een PSV speler. Gakpo. En nu weer de countermogelijkheid van PSV. Wordt het weer achteruit gaan voor um, Volendam. Wat ook dus nu lukt. Hier de bal voor uh, Ryan Thomas. Thomas. Simon. Goed. En het loopt. Ja, dat is iets minder, de Paas. Bouw hier voor Veerman. Gakpo. Onderschept door Benemar. Braaf, goed. Ze eerste balcontact voor wat ik nu weet. 43e minuut. Ryan Thomas. Eerst zelfs zit er bijna op. Bij een 2-1 voorsprong dus voor PSV. Toen niet toch een lekkere wedstrijd voor FC Volendam. Bal hier wel onderschept. Misschien nog een kans voor een gelijk maken voor Rust. Antonucci. Goed. Lama. Meegekomen van achteruit. Geeft een voorzet. Simon. En net naast. Weer hij. Met zijn kans. Eerst als zit het erop gaan kijken. Of de tweede helft beter gaat uitpakken voor Volendam. In ieder geval. Met PSV beginnen met de aanval. Mits Buur niet in de weg staat. Zeker PSV. Met Gakpo. Gakpo. Sangare. Oppassen. Sangare met de kans. En eh, de bal. Weer net over gelukkig. Minuut 55. Volendam nu weer die aanval zoekt. Met uh, Güler. Goed. Muren. De invaller. Muren. En het is tegelijk maken voor, eh, voor Volendam. Robert Muren scoort tegelijk maken. De invaller mag, gelijk zijn, ja, mag zich gelijk laten zien. Robert Muren. 2-2. En ze komt Volendam terug in de wedstrijd. In de tweede helft. En we gaan hopen dat we dat of kunnen vasthouden. Of misschien zelfs kunnen uitbreiden. Maar Volendam lijkt. Een beetje het gevoel terug te hebben van de eerste helft. Simon die gelijk maken maakte. Nieuwehoofd ver. Guler. Goed. Braaf. dus is buitenspel helaas. Voor de jongen. Braaf. Minuut 61. En dat is de bal over haar zijlijn. Een ingooi voor Volendam. Ingooi genomen. Echt door Buur. Nieuwehoofd ver. Verf. buur braaf, goed. Braaf. De paas komt dan niet aan, Gakpo. Wij kunnen nu wel eruit komen. Nee, toch weer niet op PSV de bal snel weer terug. 65e minuut. Volendam weer terug. Braaf. Guler. Nu dan misschien Guler. Goeie paas Simon. De kans voor zijn ten tweede. Ja, het is de 3-2 voor Volendam. En weer is het die Simon. Scoorde al eerder deze wedstrijd twee doelpunten. Of scoorde al eerder deze wedstrijd doelpunt... Nu dus twee doelpunten voor hem. En 3-2 voor Volendam. De spits die zich toch laat zien weer tegen een topclub. Maar PSV is nog niet klaar. nog niet klaar met voetballen. Want de kans komt ervoor in 3-3. En het wordt 3-3. Ongelooflijk, maar waar. Vermeer is weer kansloos. En zo is het dus 3-3. Het is dus gewoon. We hebben wel een keepersprobleem. Want ja, en Stankovic en Vermeer laten van mijn gevoel gewoon veel te veel ballen door. Het kan ook aan de verdediging liggen, natuurlijk. Hier trouwens geblafd is, mijn hond. Uh, <laughs> uh, maar het kan ook aan de verdediging liggen, natuurlijk. Dat, ja, we hebben Ver ja, goeie... en Benemaars. Dat is eigenlijk een goede verdediging. Maar alsnog ja, krijgen we toch wel heel veel doelpunten tegen. Dus uh, laten we hopen dat het uh, gaat veranderen in de loop van dit seizoen. We moeten nu dus 3-3. En we hopen natuurlijk dat we nog gewoon richting een voorspoel kunnen gaan. Of in ieder geval deze één punt vastzien te houden tegen PSV. Veerman. Het bal goed onderschept, dus hebben wij dus de bal nu weer in. Nee, PSV, oké. Okay. PSV met uh, Joey Veerman. Voorzet op Max. En de schietkans in de handen van Kenneth Vermeer. Vermeer, die nu hier uh, met buur het bal zit dus heeft. Buur. En uiteindelijk is de bal dan uh, hier of PSV? Of voor uh, Rotterdam. Braaf. Goed. Simon. Simon, Muren, Muren met een kans voor een 4-3 en ja, het is het doelpunt. Twee keer Muren en twee keer Simon, het zijn de spitsen die het laten zien. En zo zat het 4-3, 4-3 en kunnen we dat zo houden, dan hebben we de wedstrijd tegen PSV dus gewonnen. En dat zou fantastisch zijn. Een grote wedstrijdwinnaar, dus helaas tegen Feyenoord niet geluk op het laatste moment zodat we met een punt uh, eraf kunnen gaan. Hier kunnen we nog met een overwinning. En we zien wel meer dan 4-3. Nee, net naast door Simon. Dan is het gelijk klaar. En winnen wij dus met 4-3 van PSV. Doen we goede zaken. De eerste topwedstrijd die we gewonnen hebben. En dat smaakt natuurlijk naar meer. We hebben nu tegen Excelsior. Die ga ik simuleren. En de volgende aflevering volgende week. Donderdag hebben we de Transfer Deadline Day. In uh, de aflevering. Morgen hebben we natuurlijk de Spelersquare Mode. Met uh, onze eigen speler bij Excelsior. Ik zou zeggen, houd het kanaal zeker in de gaten. Marini is verkocht. BNR is natuurlijk blij met zijn minuten. Uh, hier zien we dus Marini nu vertrekken. Er zijn twee spelers die vertrekken. het is uh, Marini, doelman Marini en een doelman. Dat is uh, Barry Lowers, die ook vertrekt naar uh, Engeland. En terug we weer wat geld binnen. Even kijken hoor. Excelsior dus de wedstrijd die we nu gaan simuleren. Op 28... Uh, ik uh, de, 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 ben even helemaal kwijt. Ik kan natuurlijk minder zien. Augustus, 28 augustus. Zo, ik ben even gered. Volgende dame, Excelsior. Wat doen we? We gaan wel, wat, wel een aanpassing doen. Ik ga um, Muren in de basis zetten. Die wil in de basis starten. Dus ik ga hem toch even nu te geven. Um, samen naar Simon in de spits. Kijken hoe dit, zo, dit uitpakt. Die twee in de spits. Misschien iets voor later. Uh, Guller als uh, uh, vleugelspeler, Antonucci op het middenveld. Dan gaan we met deze 11 spelen. En dus ook met Stankovic. En dan hebben we de 1-1 dus nu gelijk gespeeld. Wel, Muren die hebben gescoord. Dus hij heeft zich wel laten zien. Maar ja, waar we hadden willen winnen. Gebeurt het dus weer niet. 1-1 gespeeld. We staan nu 8 in de competitie. Op zich niet verkeerd. Op zich zeker niet verkeerd. Dus laten we hopen dat we vanaf de volgende aflevering gaan vlammen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Dat heb ik op het duimhoofdje gedaan. En dat zeg ik zoals het tijd is als nu. Later.